Louis, yo. On a mission, baby, and my heart is fully on. Niet in de mood, want elke keer geef je me stupid love. Blijf uit mijn buurt, back it up. Jij dacht, je bent tough, maar ik ben tough. Waarom moet je lastig doen? Ik heb nu geen tijd. Altijd wil je lastig doen en het probleem zijn. Blijf me bellen in de late night. Je moet niet lastig doen. Waarom moet je lastig doen? Ik heb nu geen tijd. Altijd wil je lastig doen en het probleem zijn. Blijf me bellen in de late night. Je moet niet lastig doen. Ja, 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 ja. Ik zweer, ik was even aan het wachten of ik naar die jingle moest luisteren of ging praten, maar ik ga gewoon lekker praten, man. Ja, ja, ja. Barky Tussu, de podcast, aflevering 5. Is dat goed, Jeroen? Dat is echt heel goed. Oké, okay, top, 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 top. We zijn er weer zoals altijd met heel veel leuke dingen. En zoals jullie weten, dit seizoen breng ik voor jullie de beste artiesten aan tafel. We hebben er al veel gehad, maar er zijn natuurlijk nog meer. Ik kom zo bij jullie. Ik ga het je zo voorstellen. Wil jij de muziek even zachter? We hebben Jeroen aan de linkerkant. Hè? Waar kennen we Jeroen van? Ja man, van de vorige 4 afleveringen sowieso. En je herkent me nog misschien wel van de vorige seizoen. Ik denk als je ook hebt gekeken. Ik heb gehoord, je bent wereldberoemd. Ja, man, okay. Heeft tegenwoordig groepjes alles. Hey. DM zit vol alles. Dat is wat jij zegt. allegedly. Ik zit met Janis. Ja, zeg dat goed of hoe spreek ik je naam? Janis, ik was al benieuwd hoe je het ging zeggen. Bro, ik ken jou toch? Ik heb voor jou niet eens wat opgezocht, man. Ik ken al je pokus, man. Ik ken je EP's, ik ken je mixtapes, ik ken al die dingen, man. Love. Huh? Ja, man, Janis. Hoe gaat het? Het gaat goed, man. Kan niet klagen. Ja. Ik wil aan jou vragen, wat heb je laatst uitgebracht, maar jij brengt heel veel dingen uit. Ja, zeker. Toch? Klopt, ja, toch? Klopt, zeer zeker. Alleen, dus vorig jaar maar 4 tunes, bewust. En Congolese tunes / Nederlandse tunes heb ik gedropt. Doe je goed, Bek. En maar dat is dat. Ja. Wat is tot nu toe je lievelingstrack? Want ik, eerlijk, jij maakt zoveel muziek van de meeste artiesten die ik ken. Van de 4 is zeg ik wel eerlijk, is Doe Dat Niet. Dat was mijn eerste tune. Vorig jaar januari heb ik die gedropt, of februari. Ja? Maar puur omdat die gewoon dansbaar is, brengt me terug naar een oude kerktijd van vroeger. En, eerlijk? Ja man, dat is mijn favoriete tune. Eerlijk, ik zeg je eerlijk, als jij dansbare tunes zegt, denk ik gelijk aan hoe ik jou ken, jouw dansjes en zo. Deze man kan een hele goede Cisco. Dus als je, deze is voor iedereen die kijkt, catch hem een keer ergens en chillen dit, dan draai gewoon een keer Tong Song of iets van Cisco of Unleash the Dragon. En dan ga je de dansmoes van Jay Messi. Love. Eerlijk, lieg ik? Nee, je ligt exposure, niet, man. Maar ik lieg niet. Ik zeg eerlijk, maar doe niet zomaar. Misschien wel wat drank op, toch? Jij kreeg het mij gratis. Wow, die tijden dronk je niet eens, maar doe normaal. Daarom. Leuk man, nee, man. Goede tijd. Hey, heerlijk man. En wat kunnen we nog verwachten van Janis? Ik ga verder met mijn pad, man. Dus Congolese tunes. Ja, heerlijk man. Ja, mijn Congolese tunes, maar dan wel gewoon een mix met Nederlands, Frans. Maar dan, ik wou net vragen, is dat Lingala, Frans? Ja, sowieso. Lingala, Frans, Nederlands. Maar wel echt op Congolese beats, zeg maar. Mag ik wat laten horen? Kan ik wat laten horen? Ja, zeker. Of zeg je, doe maar niet? Ja, je kan zeker laten horen. Welke? Hoe heet het? Laat me maar. Even kijken. Laat maar Bonda horen. Dat is samen met Polo Riek. Een goede artiest. En een goede vriend van mij. Bonda. Ja, M-B-O-N-D-A. Wat betekent dat? Want ik denk aan Bonda gelijk. Nee, betekent trommel. Oh. Maar in de tune heet het om. You nasty kind of guy. Zo noem je tegenwoordig assen, hè? Nee, trommel. Nee. Vieze guy. Het is losgaan. Ja, man. Dus dat is dat, man. Ja, dat is het horen, man. Adlib boy. Ja, man. Eerlijk, normaal op je video's heb je ondertiteling, nu hebben we dat niet. Wow. Ik dacht dat ze veel liever ging kampen. Eerlijk, als je er vrij hoort, denk je van, hé, hè? Ja, dat is heerlijk. Ja, ik ben het gewend van jou. Je houdt van love songs. Inderdaad, man. Maar deze was geen love song. Een keertje niet. Heerlijk, man. Oh, ja, man. Wow, we gaan het gooien.
aan het gooien. Iedereen, luister die pokoe. Gaat alles goed daar aan de achterkant? Ik zag een beetje gezichten zo heen en weer. Zo. Alles goed, toch? Ja? Oké, dan gaan we door naar Cataleya. Cataleya, ik vroeg het nog van tevoren. Cataleya. Dankjewel, dankjewel. je maakt al een tijdje muziek. Ja. Wat ik al voor de show zei, ik zie jou overal als er iets is in Arnhem met hip-hop. Jij represent sowieso. Jij bent daar, je maakt goede pokoes. Je laatste mixtape gedropt. Of noem ik het mixtape? Alpha, EP. EP. Ik weet nooit wat ik moet zeggen, mixtape. Dus EP. EP. Alpha, ging lekker. Ik heb die paar keer zien optreden, dus ik weet dat het goed gaat. Mm-hmm. Lief kwam bij je toe, ik zeg, hey, wil ik in de pot? ik weet ook, festivals, sta je ook op? Ja. Zeg je dat allemaal goed? Vorig jaar inderdaad werd de Cross gedaan. Super dope ervaring, zo'n heel groot festival. Oh ja. Is vooral, ja, heel veel mensen denken Zwarte Cross. Eerlijk, dat was mijn volgende vraag. Zijn er donkere mensen op Zwarte Cross? Ik ben er geweest. Zeer weinig. Maar jij blond haar, jij mag overal naar binnen. Nee. Ik zeg, geef antwoord. Nee, het is wel weinig. Ik zeg eerlijk, de roots van het festival is daar nog steeds. Ja. Kijk, in de avond heb je wel zo'n hip-hop stage, maar ja, eigenlijk is het meer van, net als je naar een techno-festival gaat en je verwacht Nederlandse, weet je toch, cultuurmuziek. Dat is, ja, oké, okay, het is niet wat je daar moet zoeken, nee, eigenlijk. Precies. Maar hoe ben je daar dan terechtgekomen? Gewoon een booking, man. Casper is de programmeur. Ik heb natuurlijk bij de nieuwe loods ook meegedaan. Robert. Ja. Ja, die ken ik. Shout-out naar jou, hoor. Die kant hebben ze mij benaderd, zeg maar. Oké, doet hij goed, man. Ja. Oh, heerlijk. En ik wil allemaal een goede vraag stellen. Wat kunnen we van jou verwachten 2024? Elke maand sowieso een tune. Ik zeg je eerlijk, ik ben vorig jaar. Yes. Zag je dat het snel ging? Nee, dus dit jaar komen grote dingen aan. Ik zeg je eerlijk, vorig jaar hebben we goede stappen gezet. Ja. En dit jaar gaan we alleen maar meer van die stappen zien. Ik ga playen. Ja, ik ken best wel wat dingen voor plekken waar ik ga komen, die er aankomen. Iedereen gaat vanzelf zien. Spreek voor zichzelf. Ja, want ik moet eerlijk zeggen, er zijn veel vrouwelijke rappers en dit en dat en dat. En de meeste vrouwelijke rappers, als ik dat netjes zeg, die komen met veel seks praten en ik vind dat juist dat meevallen. Maar jij doet dat niet zo. Nee, ik heb specifiek zelf altijd gezegd, ook wanneer ik met mensen een FT maak, dit is niet waar ik over heb. Omdat als mijn imago als artiest is vooral van dat ik wil laten zien aan de vooral jonge dames, omdat die zo beïnvloedbaar zijn, dat er meer is dan alleen dat. Het is niet, je kan ook gangster en sexy zijn op een andere manier, toch? Dus het hoeft niet altijd over dat te gaan. Ja, al moet ik wel zeggen dat ik ook wel vind dat de laatste tijd de dames, rappers vooral in Nederland, ook niet echt meer op dat zijn. Nee, ik moet zeggen, het gaat de laatste tijd meer echt gewoon om getting the bag and shit. Shit. Fuck die relaties, zelf, getting, maar dat is uiteindelijk het belangrijkste wat je moet doen, vooral in het begin van je carrière, toch? Getting the bag. Ja, nee, sowieso. Maar ja, het is wel wat je zegt, er is een tijd bijvoorbeeld dat wel een heel erg standbeeld is gezet voor vrouwen, hoe je er goed uitziet. Daarom zie je ook mensen de pressure om hun lichaam te laten doen en shit. Terwijl, dat is misschien de reality van 8% die zo geboren wordt. Voor de rest gaan mensen denken, oh shit, dan ben ik misschien niet oké. En ik vind het mijn missie om te laten zien van je bent gewoon 8%. Bent. Ik hoor je volledig. En ik ben blij dat het me opviel en dat ik deze vraag stel. Ja. Want je hebt een goed verhaal en ik sta erachter. Omdat ik vind, maar dat vind ik ook met mannen tegenwoordig, van met gangster rap, al die dingen hoeft niet per se. Nee, zeker. We kunnen iets bewuster ermee omgaan. En wat jij ook zegt, er zijn mensen die naar je luisteren. En ja, jonge mensen zijn gewoon beïnvloedbaar. Ja. Ik ben het mee eens. Sterk, man. Wat vind jij ervan, Jiren? Ja, ik luister ook best wel te. Nou ja, als ik naar Amerikaanse rapper luister, luister ik ook naar vrouwelijke rappers. En dan zijn het toch wel, weet je wel, ik luister dan niet naar bijvoorbeeld de Cardi B's of zo, weet je wel. Maar dat zijn wel, zeg maar, weet je wel, ik weet niet of je haar kent, Armani César? Nee. Nou, in ieder geval, zij is een beetje, met wie kunnen we dat vergelijken? Ja, zij rap, zeg maar, zij zit hier, zeg maar, een beetje die association met Griselda, weet je wel. Beetje rap zo die achter, gewoon ja, echt rappen gewoon. Echt, ja. Inderdaad, ja. Het gaat meer dan. Hij noemt altijd namen die niemand kent, hoor. Maar daarvoor zit hij. Ja, man. Het blijken altijd hele bekende mensen te zijn. Ja, maar uiteindelijk komt het ook neer, eigenlijk wat vooral in Amerika veel gebeurt, is uiteindelijk komt het neer op wat verkoopt.
En dan gaat het heel snel naar de commercieel. Ja. Kijk maar naar City Girls. Kijk, ik zelf, ik ben er niet van. Maar dat die mensen pakken views. Weet je, dat zijn altijd van die dames die daar ook hard op gaan. Zo heeft iedereen wel een doelgroep. Right. Dus ja. Ja, ik ben het ermee eens. Uiteindelijk is de consument eigenlijk de baas. Maar de consument kan ook een bepaalde kant op gestuurd worden. En dat heet marketing. Dus het zou ook anders kunnen als mensen het willen. Zeker waar. En wij bij Barkie Doezo staan ervoor om sowieso wat meer bewustere muziek naar de youths te krijgen. En dat wil niet zeggen dat je niet over alles mag praten, al die dingen. Maar gewoon bewuster mee omgaan hoe jij je dingen doet. Mm-hmm. Jullie zitten beide vaak in de studio. Gaan jullie naar de studio toe of hebben jullie thuis studio? Ik had eerst thuis studio. Sinds vorig jaar ben ik meer naar studio's aan het gaan. Shit, bal, ja. Ik thuis studio, man. Huh. Thuis studio. En voor de mensen die geen muziek maken. Als jullie even los van elkaar kunnen vertellen, hoe ziet zo'n dag eruit? Of je nou thuis studio of gewoon in een andere studio gaat. Wat neem ons even mee in het proces? Voor mij thuis, als ik gewoon zin heb om muziek te maken, ik open mijn MacBook. De beats die ik dan heb, spit ik even doorheen. En dan kijk ik of ik nieuwe inspiratie kan krijgen. Maar meestal is mijn telefoon, man, heb ik mijn voice notes. En dan heb ik al op die beats die ik al op mijn laptop heb, heb ik al wat toplines. Dus al die. Jij bent die neri in de kaart, hoor. Nee. Zo ken ik, ja. Ik heb heel veel toplines en dan vanuit dat bouw ik dan een tune op. Dus gewoon bij mij thuis. En dan ben je zo'n guy die, ja, ik weet, jij rookt niet en al die dingen. Nee, maar dus dat kan ik ook niet aan jou vragen. Jij hebt het helemaal niet nodig dan. Want de meeste mensen van vroeger die kennen studio's, moeten roken, drinken. Ze moeten een bepaalde vibe hebben. Wat ik kan zeggen, dus vroeger maakte ik gospel tracks. Dus ik had altijd studio's waar niet dat gerookt en zo. Ik denk aan deze clip die je me liet zien. Well, ik ga je niet openen. Maar. Hij heeft een clip op internet van deze tijd. En toen was ik daarmee gestopt. En toen weet ik nog, ging voor het eerste sessie met rappers die niet over God geloven, rappers zeg maar. En dat was in Arnhem. Ik kwam daar binnen, Chonko, Alko. Namen? Of geen namen? Nee, maar kom. Ik was met Jaboy, maar hij smoke niet. Maar in ieder geval, maar die producers en zo. Ik zat naar JF trouwens. Ja toch, dus mensen die daar waren, smoken. Dus ik moest echt wennen aan de omgeving, ook wat opnemen. Normaal. Het is wat ruiger dan je gewend bent als je kerkmuziek maakt. Ook, maar normaal neem ik thuis op, rap ik, zing ik, doe alles wat ik wil. En nu in één keer, allemaal mensen om je heen, mensen smoken, moest echt aan wennen. Dus van een veilige omgeving ga je eigenlijk naar een spannende omgeving. Maar kon je presteren? Jawel, man. Ja. Ik kreeg in één keer ook kritiek, want ik zing dan meestal zacht of binnenmonds. Toen zei ik, man, ik moet even zacht naar Svenchy, ook een rapper uit Arnhem. Ja. En dan zei kom op, man, wat harder. Doe eens een kleine beetje. Meer chest. Zo, ja, man. Was goed. Okay. Dus dat, man. Dat is mijn proces. Ja, leuk. Voor mij ziet het er wel anders uit. Toen eerst deed ik ook thuis, en dat had ik gedaan omdat ik toen echt in dat engineering proces zat. Ook, ik heb eerst zeg maar echt geleerd mezelf op te nemen, mijn stem een beetje te bewerken hoe ik dat wil. En uiteindelijk ben ik een soort van gepusht naar de studio. Als je naar de studio gaat, is een andere vibe. Je krijgt inderdaad wat jij zegt. Ook een beetje concurrentie. Die ook zegt, probeer het zo, waar je misschien zelf niet aan denkt. Dus eigenlijk sinds ik dat ben gaan doen, ik zit ook gewoon nu vast met de producer die on the spot een beat tikt. Ik merk dat werkt 10 keer beter. Maar als ik naar de studio ga, is een hele dag. Het is van, ik let op wat ik aandoe, ik let op de kleding, wat voor content ga ik schieten voor kleding. De dag. Ja, kleding. Maar niemand zit je in de studio. Want je moet toch content maken? Oh, wacht, het is 2024, hè? Jezus! Ik zat te denken aan die tijd dat ik in de studio was met 20 dingen en zetten. Nee, man, deze tijd is anders, man. Ik dacht, anders. Nee, ik hoor je, sorry, mijn excuses. Het moet even 2024. Geronimo, we zijn er. We zijn gewoon, let's go! Nee, het is belangrijk. Gewoon content maken op je content zijn. Vooral deze tijd, weet je, social media en zo speelt een grote rol. Dus dat is echt. En dan gaan we gewoon naar de studio vibe. Ik eerst met de producers. Ik werk met vaste producers, want die chemie is anders. En dan schrijven gewoon op de beat, op de spot, melodietjes opnemen, dat soort dingen. Ja, ik deed vroeger bijvoorbeeld eerst allemaal schetsjes maken. Gewoon, je neemt veel dingen op. En uiteindelijk kies je wat wel nummer wordt, niet nummer wordt, wat dan ook. Ja, het is meer van, meestal is het gewoon van, we zoeken een melodielijn en dan gaat hij eerst op de keys, gaat hij gewoon niet spelen. En dan gaan we gewoon vipen. En ik heb meer, als het bij mij gelijk komt, want dan komt het ook gelijk, een hele melodie. En dan kijken we elkaar aan en dan is het, dit is hem. En dan tapen we het en dan ga ik op die melodie, ga ik schrijven. En dat is binnen meestal één dag en sowieso heb ik, als ik uit de studio ga, heb ik altijd één tune sowieso klaar. Eentje? Sowieso één. En dan soms nog twee, maar schrijf veel pen, papier of telefoon? Soms papier, soms telefoon, soms helemaal niet.
Je bent op JC dingen. Zo zit ik gewoon voor die. En dan is het gewoon van, oké, dit hoor ik. Komt het gewoon op die manier. Ja, ja. Jij doet telefoon, toch? Ik doe telefoon. Ja. Telefoon, ja. Maar, ja, tegenwoordig kan je het gewoon vragen. Ik ben blij dat jullie zelf schrijven. Ik heb discussies vaak gehad met mensen, maar ik ben blij dat jullie zelf schrijven. Want uiteindelijk maak je hip-hop, doe je rappen. En het enige, los van je stem en je flow, zo moet je kunnen schrijven. Ja, ja. Dus ik ben trots op jullie. kijk, als artiest zijnde, wat is het vreemdste waar je ooit inspiratie uit hebt gehaald? Wow. Het vreemdste, gewoon sowieso uit alles om je heen wat gebeurt, trauma's die je hebt meegemaakt, maar ook de mensen, als ik met iemand praat en die vertelt een verhaal, dan laatst vroeg iemand toevallig aan me van waar je inspiratie vandaan? Niet alles wat ik zing en rap heb ik meegemaakt, maar als ik iets hoor van iemand anders, denk ik, shit, als ik in die situatie had gezeten, kan ik me inbeelden hoe dat is. Ja. Dus dan kunnen andere mensen dat ook, dus op die manier. Dus eigenlijk om alles haal ik inspiratie uit. Voor mij geldt hetzelfde. Ik heb een tune. Hoofd is één. Ja, die heb ik ook. Maar ik heb een tune dat ik. Ik zocht naar woorden. Ik zie mijn broek staan. Ik zie mijn broek liggen van Daily Paper. En ik kan je zeggen, die Daily Paper zit gewoon in mijn tune. Als refrein. Het ging al over doeken en zo. Dus. Jij had sowieso inspiratie uit het leven. Uit het leven. Deze man komt op een Facebookgroep. Dat ik ben met deze jongen bezig, kent iemand hem, weet je die... Who's boyfriend is this? Deze man gebruikt het gewoon als een cover. Ja, dus van dat nummer, doe dat niet, snap je? Dus ja man, het klopt helemaal. Doe dat niet. Ja, allegedly, hè, Playboy? Ja, totaal. Dus. Het is wel wild, maar dat komt gewoon... Ja, gekke is man. Life's unfair. Ik praat op die tijd met niemand. Snap je? Maar ja, helaas kom ik op zo'n groep. Ik zit te denken wat vreemd waar ik inspiratie uit heb gehaald. Maar ik heb hetzelfde. Ik was bijvoorbeeld vroeger beter in de studio als er veel mensen waren. En het liefst ook andere rappers die dachten dat ze goed waren. Net zoals ik denk dat ik goed ben. Zodat ik gewoon meer uit mezelf haal. En dan kijk ik naar iemand en dan denk ik... Ja, opeens heb ik dan iets in mijn hoofd. Je kent de verhalen... artiesten, ze beginnen, ze worden groot. Uiteindelijk trouwen ze dit, dat, prenup, geen prenup, al die dingen. Van als beginnend, mag ik het beginnend artiest noemen? Is dat disrespectful? Nee, voor mij mag het echt nee. Oké. Als beginnend artiest, heb je dan liever je wifey of je mattie nu? Of pas als je beroemd bent? Snap je wat ik bedoel? Ja, ik hoor je. Ik zeg sowieso nu. Nu. Eerlijk, jullie zijn slim. Ik ben trots op jullie. Nee, was strikvraag. Als een van jullie iets anders had gezegd, was ik boos. Nee. Ja. Want ja, soms zit ik te kijken naar al die succesverhalen in Amerika. Of het nou Kendrick is, Ice Cube of wat dan ook. Zij zijn allemaal 30, 40 jaar bij iemand. En dat lijkt mij wel het mooiste. Oh, dit man. Huh? Wist niet. Snoop ook. Als ik hem zijn wife zie van way back. En nu denk ik echt van ja man, dat is waar. Heb je die podcast van Shook Knight gezien? Van Snoop? Van Shook Knight. Oh nee. Nou, maar deze man, hij ging fire op Snoop Dogg. Hij zegt van ja, je doet veel alsof Death Row Records is niet van jou. En check je vrouwtje, want ze is elk jaar in Hawaii met een mannetje. Jij bent het niet. En er staan er foto's bij ze die vrouw zo posten in Hawaii met de zijdelijke. Je weet toch? Maar eerlijk, als hij het doet, mag zij het ook doen, neem ik aan. En niemand weet hoe de regelingen staan. Yes. Wow. Nee, maar ik zou sowieso willen groeien met je partner. Want uiteindelijk wil je toch veel iemand die daar is geweest tijdens die struggle. En weet wat het is geweest om dat te doen. Dan iemand die gewoon de vruchten gaat eten die jij hebt gezaaid met iemand anders. Snap je wat ik bedoel? Feit. En ik haal het verhaal meer uit die hele prenup verhaal had. Hè, dat die wifey of die man krijgt dan. Of het nou Mary J. Blige is of een man die de helft moet weggeven. Ik vind dat altijd fucked up. Kijk, als jij er vanaf het begin bent... En van skeer tot niet skeer, jij verdient de helft. Vind je? De helft? Vind je dat we hebben het alleen even over de helft. Waar gaan wij niet in een schets zetten? De helft is afgelopen. Nee, maar je snapt wat ik bedoel. We vragen even de helft. De helft. Want diegene heeft jou gezien, die was daar toen je honger had, toen je aan het huilen was, toen je een kleine bitch deed en niks wou lukken. Want diegene was daar tot het einde, die heeft alle shit van je genomen. Maar als ik je pas ken, terwijl ik al beroemd ben, hou op. Wie ben jij? Ja. Jij bent niet van hier, hè? Ik weet niet waarom ik het heb opgeschreven, maar ik heb het opgeschreven. laat me nog één ding stellen of gewoon aan jullie. Deze vraag heb ik opgeschreven omdat je bent een vrouw.
In de hip-hop. En ja, gewoon, we hebben het over hip-hop. Of nou Nederlands hip-hop, Amerikaans hip-hop. Worden vrouwen minder gerespecteerd? Sowieso. Weet je wel? Jij zegt alles met chess. Ja, zo, nee, want het is zo. Want kijk, ik had het toevallig laatst dat ik een workshop. En die zei van, waarom wil iemand, zou iemand niet... Want niemand denkt over daar, waarom zou iemand dan niet naar je muziek willen luisteren? Dat is ook een goede vraag om bij stil te staan. Ik weet van, shit, waarom? En toen dacht ik, omdat ik een chick ben, die ja. app. Ja. Want sommige mannen, sorry dat ik het zeg, ik rap harder dan jullie. En dan denk ik, ik snap dat je gehoord bent. Ik snap het. Dus dat is iets wat gewoon daarin zit. En dan denk ik, ja. En dan is het toch, kijk, ik zeg heel vaak, kijk, als het gaat om zingen. Ik zit even al die rappers in Nederland zo langs me te laten gaan. Nee, je hebt gelijk. Je bent harder dan velen. Fuck jullie, jullie neppe rapper. Maar in de hip-hop is het toch wel eigenlijk een beetje een soort van ego-game, toch? Ja, maar dat is het ook. Ja. Maar dat is het ook. En ik snap het. Ik kan het echt wel begrijpen. Ja. Maar ook als het gaat om zingen en zo. Ja. Dan denk ik, kijk, bij zingen heb ik het idee dat het veel minder is. Dat het dan juist heel vaak... neigt in de richting een vrouw met een mooie stem is meer van, ja, die kan goed zingen. Maar als je dat gaat vergelijken met de bars, is het van, ja, ze kan rappen. Of wanneer je ergens komt, ik weet, mensen onderschatten me dood totdat ze me horen. En dan is het shit. Iemand zegt, hoe voelt het nou om te weten dat je gewoon harder bent dan al die guys die op die track staan? Die zeggen, ja, ik kan ermee handelen, maar hun gaan er moeite mee hebben. Ik hoor je, ik zeg eerlijk, zo had ik het nooit bekeken. Ik heb een hele andere filosofie. Maar ik heb het nog nooit zo bekeken. En ik geef je meer dan gelijk. Weet je wat het voor mij is? Want vroeger bijvoorbeeld de Lil' Kim, Foxy Brown, zij werden gerespecteerd door iedereen. Als een vrouw waren, man waren. Dat was gewoon een hele andere tijd in de hip-hop. Is het. Alleen nu leven we in een tijd dat bijvoorbeeld, zelfs voor niet beroemde mensen, is imago super belangrijk. En het is vaak ook moeilijk om te relaten met de vrouwelijke rapper. Kijk, bijvoorbeeld bij jou, daarom stelde ik die vraag ook van, jij rapt niet over seks, dit, dat. Dan maakt het voor mij makkelijker, want jij praat gewoon over levende shit. Over het leven, jouw keuzes in het leven en de situatie die je hebt. Maar de meeste vrouwen worden niet gerespecteerd, omdat mannen denk ik gewoon niet kunnen relaten. Je weet, als iemand zegt, pap, my coochie, hoe moet ik me voelen? Ja, maar dat is het, want nu, jij kijkt dus vanuit het perspectief van een man. Maar er zijn genoeg vrouwen die er wel aan kunnen relaten. Die denken, yes, pap, my pussy. Dus dat is wat ik zei, ook net met City Girls. Kijk, er zijn genoeg chicks, en sorry dat ik het zo ver... Maar ik noem het even in de categorie... Zeg wat je wilt, ik ben bij Bartje Dussel, alles mag, ik pak die niet wel. Staal, als je zo gewoon grof wilt zijn, is ook nice. Maar net als Nicki. Nicki is ook een vrouwelijke rapster, Nicki. En zij je kent haar niet, hè? Nee, ik probeer er expres te disrespecten. Maar je weet toch hoeveel, zij heeft gewoon een hele, ze noemen het een Barbie Army, omdat gewoon zoveel... Vrouwen vinden het zo hard, omdat ze echt... Ze staat voor iets. En dat is een beetje hoe je het moet zien. Ik zeg je eerlijk, je hebt helemaal gelijk. Want dit is ook de discussie die mensen hebben bij voetbal. Mannenvoetbal, vrouwenvoetbal. Vrouwenvoetbal wil bijvoorbeeld evenveel gerespecteerd en betaald worden. Ik zeg altijd, zorg dat je stadion vol zit met de rest van de vrouwen die ook kijken. Net zoals bij de mannen. Bijvoorbeeld die Nicki Minaj, haar Barbs, de allemaal vrouwen die denken van... Ja, jij staat voor mij. Ik kan met jou identificeren. I'm a ride or die for you. Dat is het. Grijp je? Dus ik denk persoonlijk als vrouwelijke rapper of mannelijke rapper... dat je sowieso je doelgroep als eerst je eigen soort is of je eigen geslacht. Ja. Zeg je dat goed? Ja, ook. En ik denk ook wat je zegt. Het is ook een beetje waar wil jij voor staan als vrouwelijke artiest. En wat je zegt, waar rap je over? Kijk, ik rap specifiek niet omdat ik mijn imago en mijn branding heb gastreed. Ik weet waarvoor ik sta. Ik weet wat ik wil uitstralen aan mensen. Ja. En ik denk ook aan mijn ouders. Ik heb ook familie. Ik wil ook gewoon met trots met jullie laten horen. Heerlijk, je komt met goede teksten. Niet dat ze denken van, maar zo heb ik je niet opgevoed. Vroeger was je anders. Dat is raar. Dus daar denk ik denk over dat soort dingen na. Maar er zijn mensen die gewoon denken van, ik zeg, soms zit ik ook in de bui dat ik gewoon denk van, ik wil vandaag gewoon ratchet zijn. En zelfs dan kan je op een manier komen dat het niet gelijk nasty is. Maar ja, andersom, mannen rappen ook over booty en pony en shit. En dan wordt het niet anders, vind je? Ik zeg je eerlijk, tegenwoordig zie je meer bitches en hoes in een clip van Jan en May dan de average Nick. Mannen praten tegenwoordig eerder over hun outfit dan dat ze over vrouwen praten. Ja, dat is waar. Eerlijk, is waar. Mannen zijn heel metro, heel... Het is minder geworden. Maar wat vind je dan bijvoorbeeld van, want je zegt rap en het is altijd... Ik heb deze discussie echt vaak met mensen, maar het is altijd vrouwelijke rapper. Maar ik zeg ook niet mannelijke rapper. Maar omdat een mannelijke rapper niet weg van de norm is. 90% van de maar rappers die wij kennen... De 90% van de hiphop dat wij kennen is mannen. Dus als vrouwen het doen, is het altijd iets specialer. Ja, als je kijkt van Roxanne, Shantae, tot en met Queen Latifah, MC Light, Storm.
de Lil Kim, Foxy Brown, dat waren vrouwen die bewezen dat ze beter dan de mannen waren. En ze hebben alle respect van de wereld gekregen. Ja. Alleen een Sexy Red of een Ice Spice gaat dat nooit krijgen. Op een of andere rare manier. Omdat zij hebben die basis van eerst de craft goed doen, hebben ze niet. Ze, ja, zijn, gelijk pop af, ja, ze zijn gelijk pop af op een hype. Ja. En dat is moeilijk te beseffen voor de echte hip-hop liefhebbers. Okay. Maar ze hebben die basis niet, weet je toch? Okay. Ja. Shit, was het goeie Sef? Nou, je kunt, je kunt. Oké. Hé, waarom respecteer je geen vrouwen in de hip-hop jongens? Ik wel. Nee, ik les naar iedereen, ik les naar Jade Lowe. Zij rap niet, maar... Laatste tijd heb ik af en toe die Namiko in mijn playlist. Zij is een boze vrouwtje ook. Of een Namiko of zo. Ik kwam me laatst tegen, ook op TikTok volgens mij. Ja. Tune van haar. Ja. Veel maar jij gebruikt ook geen autotune, toch? Nee, bijna niet. Goed zo. Nee, maar weet je waarom? Ik zeg altijd, iemand zegt, een producer zei me dat ooit. Een producer zei me dat ooit, als je een tune maakt hier in de studio. En je gaat een show geven, je gaat hem live doen. En mensen horen, je bent niet op dat. Dan, ik vind altijd dat discredit je wel. Fijn. Dat discredit je wel. Dan krijg je een no shit, maar een Femke Louise iets. Fijn. Hey, eerlijk, af en toe als vrouwtje Femke Louise shit in de auto aanzet. Per ongeluk in de shuffle. Ik zal niet doen alsof ze het luistert. Had je het weg! Ja, sorry Femke, Famke, Louise, Halsema, wie je bent. Doe normaal. Ja, toch? Stop met rappen. Maar dus van, ik denk altijd van, je kan het doen. Maar dan denk ik van, ja, kijk, Doc, noem ik als je Ghost Rider hebt, mag je niet op tv komen. Nee. Maar eerlijk, waarom zou iemand zoals jij de plek moeten vrijmaken voor iemand die een Ghost Rider heeft? We zijn aan het rappen. Waar hebben we het over? Het is geen, je bent geen zanger of zangeres dat je een Ghost Rider hebt. Hip-hop, de enige wat jij hoeft te doen als artiest is schrijven. Ja. Tuurlijk moet de rest er ook bij, content, imago, al die dingen. Maar het eerste wat jij hoort te doen en wat de kunst is van hip-hop of rap, of het nou echte hip-hop is, of het is blije rap, of het nou drill rap is, je moet je eigen tekst schrijven. Ja. Toch? Ja, dat is wel hoe het is ontstaan, weet je. Gewoon de struggle die iemand meemaakt, dat maakt het ook echter. Doei Femke. Dikko. Oh, ja, ik hoop dat je het ziet. Dat is niet disrespect. Ik vind het niet eerlijk. Weet je, het is... Kijk, nee, Femke, Lil Kleine... En voornamelijk witte mensen krijgen heel veel credits in de hip-hop... en heel veel dingen op tv. Maar ik ben nu zo oud en ik zie Campy niet eens op tv... terwijl hij de goat van Nederlandse hip-hop is. Dus het is niet Femke's schuld dat ik zo'n mening heb. Het zijn die mensen die daarboven die haar afspelen... door hun komt het. Want het is niet erg. Eminem is ook in de game. Ze zei, Paul, wow, we luisteren naar iedereen. Ja. Als je je strepen verdient, heb je je strepen verdiend. Maar hun hebben hun strepen niet verdiend. Hou op. Dat is een white privilege shit. Waar? Look, ik weet het, man. Waar, bro? Vier keer duurder. Waarom zie je Shift niet op tv? Alhoewel, Lil Kleine zo, daarna, waar hebben we het over, bro? Als je het zo bekijkt... Dan, okay, ik heb het gewoon puur over... Yeah. Ze krijgen niet dezelfde kans terwijl ze beter zijn in de kunstvorm die ze doen. Ja. Ik hoor wat je zegt met dat. Want als je kijkt naar... Lil Kleine was laatst op... Wat was het? Zo'n tv-programma. Om die hele documentaire die hij heeft gemaakt. En, hij komt op het tv-programma. Maar toen dacht, wat je nu zegt, denk ik ook van... Als je vergelijkt met Chief, die had toen een hele beef met Biggie Dawoe. En hij kwam niet op een praatprogramma om even uit te leggen waar dat over gaat. Maar hij wordt wel geframed in de media. Ja. Zonder dat hij ooit zijn eigen weerlegging kan geven. Of, ja. Je weet toch, dus... En kijk, veel mensen denken, ik haat op witte mensen of ik haat op dit. Nee, doe ik niet. Ik haat op het systeem wat ervoor zorgt dat zij kunnen benefitten van wat onze mensen al eeuwen doen, maar niet op kunnen benefitten terwijl ze beter zijn erin. Cool, ja. Als ik dat netjes zeg. Ja, weet netjes. Wat, er is no disrespect aan niemand. Je weet toch, en daarom hebben we Barkie dus. mag ik even Adidas Boy, hoe lang zijn we al bezig? Zijn we 30 minuten bezig? We zijn... Ja? Oké, heerlijk. Ja. Het gaat veel te lekker, man. No disrespect. Maar kijk, jullie hebben een tune van mij gedraaid. Gaan we doen. Oh. Gaan we doen. Maar ik wil niet... We hebben een segment aan het begin. Oh. Er komt een middenstuk en een einde. Okay. Dus mag je alsjeblieft mijn programma draaien. Ik ben wel blij dat je een Jay-Z'tje gooit, hè? Het komt. Maar ik wil gewoon... Okay. Je weet toch? Maar eerlijk, love, bro. Ik wou zeggen. Je bent een strijder. My guy. Zo heb je opgevoed. Net een jongen. We gaan een One Got To Go doen. En ik heb er twee gedaan voor jullie. Normaal doe ik maar één One Got To Go. One Got To Go, ik noem vier artiesten op. Eentje kiezen we die gewoon verdwijnen met alles wat zijn shit is.
En voel je niet fucked up, het is nep. Hij verdwijnt niet echt. Maar ik heb een Amerikaans gedaan en een Nederlands gedaan. Okay. Want jullie hebben best wel... Het is best wel verschillend. Ik vond het moeilijk om deze aflevering te maken. Want jij bent voornamelijk Amerikaanse hiphop. Jij bent voornamelijk Nederlandse hiphop. Ja. Mm. Dus ergens in het midden moet ik jullie beide vinden. Je weet toch? Welke willen we beginnen? Nederlands of... Dat maakt niet uit. Feed your shot. Jiran, ik heb jou nog niet gehoord. Welke ja, doe maar gewoon Nederlands beginnen. Oké okay, dan. One got to go. Hier bij Barki Dusu. Seven Alias, D-Double, Henk T of ECSB? ECSB. Easy gewoon. Snel. Yeah. D-Double is sowieso my guy. Ik ga niet verliegen. Ik ben hem kapot. Goeie wordplay. Ik vind hem af en toe saai, maar wel goeie wordplay. Ik vind hem persoonlijk. Okay. Niet boos worden. Nee, weet ik, maar hij heeft altijd wat te vertellen. Ja, het was toevallig de nieuwe tune van ECSB en D-Double aan het checken. Ik ook glad. En ja, maar toen komt koning D-Double. Zo, oh, joh, even bro, hij heeft gekke rhymes. Oh, maar dan kan ik kijken, bijvoorbeeld Big L is een van de lijpste met zijn rijmschema's en zijn... wordplay en zo, hoe noem je dat? Punchlines. Ja, maar na drie nummers vind ik dat ook saai. Begrijp je? Dus wil niet, dat neemt niks af van hoe goed je bent, hè? Ja. Nee, maar oké, don't be mad. ICSB, ik zeg eerlijk, puur omdat hij later is gekomen. Voor mij dan, hè? Hij is ook eigenlijk helemaal niet zo, hij is geen rapper, toch? Ik heb hem erin gezet. Hij is een beetje allebei. Ik vind hem, soms komt hij sang en soms komt hij rap. Ja. Ik vind hem beter als hij zingt. Ik vind hem hard allebei, maar als ik het vergelijk met de mensen die je in dat rijtje hebt gezet, ja, dan die andere guys hebben echt een strepen verdiend, man. Ja, dat maakt niet zoveel uit, hoor. Maar wie luister je liever? Daar gaat het om. Ja, nou, naar D-Double. Zo. Kijk, ik zeg je eerlijk, ik zou D-Double of Henkie T eruit gooien. Ja? Ja. Nee. Henkie T wordt onderschat. Tenminste, ik heb hem onderschat. Hey. Ik onderschat hem niet. Ik heb het meer van, stel voor je zit 8 uur lang in de auto en moet naar eentje luisteren. Dan is het makkelijker om naar Seven of naar Easy te luisteren. Nee man, Henkie T is erg hard. Was er een vrijtjes? Ja. Nee, ik gooi. Oké, okay. Dus jij haalt Easy weg. Ik ken Seven Alias, maar die ga ik ook gewoon met helaas, maar hij is dan te goed ook. Even tussendoor voordat we verder gaan. Seven Alias, wat vinden we van dat hij is gestopt met muziek maken? Zijn eigen keus. Fire man, inderdaad, zijn eigen keus. Maar ik vond echt fire. Ja, ik vond... Ik hoop niet dat hij zijn tunes eraf gaat halen van Spotify. Dat denk ik niet. Maar is ik heb ook gedaan. Maar contractueel, bro. Je kan niet zomaar... Ja, klopt. Maar die tunes die hij dus op zijn eigen label heeft gemaakt. Oh, ja. Ja, snap je? Kijk, Joel Oba. Ik luister niet naar hem. Maar Joel Oba heeft alles eraf. Weet je wat ik had gehoopt? Toen hij zei van, ik wil geen negatief beeld zijn, dit of dat. Had ik gehoopt dat hij positieve muziek zou maken. Ja, dat doen die gospel rappers ook, bijvoorbeeld. Ja, maar niks aan. Dat is zijn keus. Oké. Dus ECSB, adios. Het is niet mijn keuze, het is hun keuze. don't blame me. Ik had er. Ik zeg eerlijk, ik ken ook niet helemaal veel. Ik weet Seven Alias, hij is de beste in het rijtje. De Seven is echt. Eerlijk? Jammer, het is gestopt. Oké. Okay. Amerikaanse. 50 Cent, JC, Tupac of Biggie? Biggie. B-I-G. Ik zeg Jay-Z. Ja. Dat kan. Nee, ik heb Jay-Z pokussen met nee, man. Sowieso Jay-Z. Ja, enige keus toch met deze Jay-Z. Ja, weet je, alle disrespect naar Biggie, naar die dikke. Ik ben ook dik, dus maar zeg, ik ben niet aan het body shaming. Je weet wel. Hij was een respectable dude, maar hij is ook een beetje, je weet, rare lines, dit, dat. Maar hij verdient het. Maar Jay-Z, bro, fuck. Eerlijk, doe Jay-Z. Doei. De eindelijke aflevering waar iedereen met me mee had. Ik niet. Maar ik wil zeggen, hij is een Biggie, hoor. Niemand heeft hem gehoord. Het doet me gewoon lachen. Oké. We gaan. Nee, maar eerlijk, toen ik het schreef, dacht ik van 50... Kijk, los van 50's discografie, zijn eerste album kan gewoon niet weggaan uit hiphop. Kan niet. Misschien zelfs zijn tweede album. Niet. Discutabel. Get Rich or Die Trying. Maar... The Massacre, toch? Dan moet het een Jay-Z of een Biggie zijn. Ja, toch? Ja, en aangezien Jay-Z Biggie wil zijn, ja, dan moet Jay-Z weg. Eerlijk, hoor je wat ik doe dan? Volgens mij postte jij iets op Facebook laatst. Dat Jay-Z al die... Zit je nog op Facebook? Niet zo kijken naar mij. Ik ben bijna 37 jaar. Als ik deze uitkom, ben ik misschien al 7. Van jou snap ik het. Dankjewel. Zitten jullie nog op Facebook? Ik wel. Maar, volgens mij had je iets gepost, toch? Dat Jay-Z
heel veel lines van Bigger Date. Ik voor alle mensen thuis, zoek gewoon Swagger Jacker op YouTube. En dan typ je Jay-Z of Lil Wayne in. En dan zie je van wie ze lines stelen. Hun noemen het hommage, wij noemen het bijten. Fucking hommage. Het is hommage als je iemand zijn naam noemt. Ik noem het quote. Quote, ja. Quote is ook als je iemand zijn naam noemt. Laat quote. Jeynes heeft dit gezegd. Quote 500. Dat is een quote, bro. Ja, dat is een quote. Moet je bijzetten. Ja, hommage ook. Hommage ook van, laat diegene zien van wie het hebt. Ja. Lil Wayne heeft van Aliyah een hele 16 bar gestolen. Dat is hommage. Ja. Swagger Jacket. Bro, gaan we vechten? Nee. Maar je weet, daar kom je nooit uit. Ja, maar jij bent, kijk, dit is, kijk, ik ga je uitleggen. Hij is een Congolese guy. En bij hun bestaat bijten niet. En hommage is iets supergoeds. Leg ik dat goed uit? Ja, man. Als ik van hem zou stelen, dan betekent dat hij een supersterk is. Juist. Toch? Dat leg ik zo in mijn uitleg. Oké, maar dit gaat over hip-hop, niet Congolese muziek. Nigga, fuck the shit. Maar ik begrijp je wel. Nee, maar ja, man. Oké, we doen altijd Guess the Lyrics. Guess the Lyrics, dat is muziek. Jullie moeten de lyrics raden, maar ik doe het gewoon in, op de manier hoe ik het rap. En hoe, de manier hoe ik het rap is een beetje 90-stijl, noem het hoe je wilt. Het is nooit zoals je het weet. Oh shit. Maar we moeten de lyrics afmaken of nee, ik track? Jullie moeten guess the lyrics. Dus ik gooi een paar bars en jij moet weten wie het is. Daar ben ik echt slecht in. Ja. Dat is echt en weet je wat nog het mooiste is? Normaliter deed ik het zelf uitzoeken welke ik ging doen, maar tegenwoordig wordt Adidas Boy. Hij doet van tevoren, stuurt hij mij gewoon een paar teksten. Oké. Ik ben benieuwd. Oké. Bro, wat zeg jij? Laat me altijd dingen doen, joh. Oké. Ik ben heet als een bitch, nooit dat ik trouw met de vrouw. Ik trouw met mezelf, bal met mezelf. Scheid van mezelf, hou de helft. Nee, maar dan de helft. Ik hou fucking alles. Campy. Wat? Mixtape 3, preview. Spookradio. Ja. My guy, my guy, my guy. Dat is een echte... Bro, als hij het doet, klinkt het beter. Als ik, ik dacht heel even van, wat? Hoe moet ik dit? Ja, maar dat is de bedoeling van deze game, maar bijna niemand wint. Ik Campje, man. Oké, grind voor mijn geld. Ben naar centen op zoek. In de trap met crackheads. Ben een bando child. Hop in die whip met de man, damn. En we spinnen in de blok en ze bangen all out. Ze zeggen, geduld is een schone zaak. Maar ik heb geen geduld, want die bankrolls now. Ik denk 7. Ja, mij moet je niet aankijken. Nee, ik wist sowieso niet. Track 7. Ja? Track 7. Ja? Zoveel pijn. Oh, oké. Okay. Kan je deze even Adidas onder die camera doorgeven en dan vragen of die drankje inschenkt? Dat was 7. Oh ja, shit. Moeilijk. Oké, okay, fuck, dank je. Ik had niet nagedacht. Ik loop gewoon door beelden. Oké, okay, let's go. We gaan verder. Oké, okay, we gaan verder. Dit is Engels. Mike Ripper, girl stripper, the Henny sipper. I drop lyrics off and on like a light switch. Quick to grab the right bitch and make her drive the cube. 45 Glocks and tech car expected when I wreck shit. Respect is collected, so check it. Amerikaans. Nee, dat is Nederlands. Nee, maar het was gewoon op de UK, maar... Was dat niet... Young Talk. Heerlijk, je wil meedoen nu? Mag ik? Nah, ik wil... Oké, Mike Ripper, girl stripper, the Henny sipper. I drop lyrics zelf. Ik zeg alsof Biggie. Hè? Biggie. Ik deed die stem een beetje gelijk. Nee, maar ik twijfel, maar ik dacht van straks toen niet. Maar het is Biggie. Ready to die. Ja, oké. Oké, we gaan nu makkelijker doen, dan stoppen we ermee. I'm different. Bro, waarom kies je altijd zoveel scheldwoorden uit, Nick? Kinderen kijken ook, ja. Hij was veel die Eén keer kwam hij met lijpe shit. Kon niet anders dan... Geen cola. Nee, fuck it. Ja, fuck me op. Ze gaan zo maar pantje maken hier. Gaan we op, man. Gewoon schenken, man. Fuck it, dus jouw vis hebben. Oké, I'm different shit. I'm with the shit. I'm 90s grimy. I should spend that shit. That they spin that shit. If niggas ain't there, they gonna double back to finish it. Say, we got some kind of beef. What kind of beef? Please remember me. Niggas all pussy. All click punani. Tupac? Nooit. Gewoon klik punani. Bro, eerlijk, maar deze pokoe kent niemand toch?
Jij bent fire, man. Hij wil niet dat jullie winnen. Dankjewel. Young Thug. Maar is het new school of old school? Kijk, wat is voor jou new school? Welk jaar? Want dit is ook een different guy. Boven 2000. Dat, 2000 is new school, toch? Vanaf 2000. Dat zou ik zeggen. Ja. Oké, dan is het new school. Het is sowieso new school, hè? Nee, het is niet dat ik het 50 Cent, beep, beep. Bro, wie kent die pokoe? Het is new school, 2024. Het is track met Nicki Minaj, de nieuwe album. Bro, maar niemand kent nieuwe 50. Ik wist niet eens dat hij nog rapte neemt. Die line heb ik wel. Je hoort Ponani gelijk, weet je. Shit, jullie zijn fire, man. Zoals ik ken die pokoe niet. Nee, die tune ken ik niet, man. Nee, man. Laten we allemaal blijven boos kijken naar Adidas Boy. Ja, fuck ja. Hebben we er nog één? Ik wil nog eentje goed raden, namelijk. Nee, man, je hebt al twee goed geraden, man. Twee Nederlandse, inderdaad. Een vraag voor jullie. Hoe komt het dat jullie beide toepakken jullie top 5 hebben? Bro, ik weet het, man. Man, dat was gewoon legendary. Ik heb jullie vorige podcast. Echt serieus. Je hebt gewoon shirts van hem in bepaalde winkels. Met zijn vissen erop. Wat hebben we gekeken? Gek, ja, man. Tupac is gewoon legendary, man. Vroeger, daarom, ik luisterde naar Biggie, omdat ik vroeger gewoon van, ik was kamp Tupac. Dus ik kon niet naar Biggie luisteren. Zo hoort het niet. Zo was het. Zo hoort het. Ik ben nu wel anders. Bijvoorbeeld, Joey AK heeft beef met Chief. Ik check ze allebei. Wie? Joey AK, toch? En Chief had het beef. Dan luister ik gewoon allebei. Ik was THC-fan. THC had beef met Negative. Ja, maar in Nederland, kijk, weet je, is Nederland even groot als LA. Dus Nederland is anders. Ja, klopt. Zo, maar ik check ze allebei. En nu zal ik ook allebei checken, denk ik. Maar toen die tijd was echt Team Tupac. Dus ik weet niet, man. Ik Tupac is gewoon legend, man. Maar eerlijk, want jij bent 23, jij bent 45. Nee, 31. Beide hebben jullie gewoon net al. Ik vraag de top 5, zodat ik kan weten waar de aflevering een beetje... Soms haal ik er iets uit, soms niet. Maar ik vond het wel apart. Nee, ik vind het gewoon omdat Biggie... Ik vind sowieso dat hij echt een invloed heeft gehad op hip-hop. Wie, Biggie of Tupac? Allebei. Allebei, want kijk, allebei... Wat ik nice vind aan allebei... En wat ik mis tegenwoordig, wat je hoort, je weet wie het is. Zijn flow, delivery, woordspeling. Dankjewel, dankjewel. Mensen willen te veel verandering zien tegenwoordig. Ja, blijf je gewoon... hoort gewoon die... Nee, maar dat is een kenmerk. Ik vind het naast dat als je rap of zingt, wat het ook is, dat ik weet, dit is die artiest. Heftig, niet... al 11 albums dezelfde. Ja. Ja, maar dan weet je van, dit is zijn manier van... En dat vind ik met Biggie, waar ik kijk, ik luister niet per se... Als ik zeg van, ik kijk naar hem op, is niet dat ik zijn tunes elke dag... luisteren, maar die delivery, als ik rap, denk ik, luister die tune, denk ik, oké, die delivery is aan. Als hij het zegt, lijkt het alsof ik die leven leef. Als je dat kan overbrengen, dan ben je fucking hard. Dus, ik zag haar opeens met die ogen zo dik. Dat is ook die leven lijn. Biggie was something else, man. Hij was something else. Eerlijk, ja, hij kon het wel zo brengen alsof je het verhaal begreep en voor je kon En lyrical stack, de flows waren aan. Het is gewoon, hij was echt authentiek. En dat vind ik hard. Als je moet kiezen, dus toepak het Biggie? Ik kies niet. Wat een bullshit dat je moet kiezen. Allebei zijn ze hard. Allebei hebben ze een sterke punt. Kijk, ik zit er niet zo diep in dat ik denk van... ik moet een kant kiezen. Oh, ik vind ze allebei hard. Je hoeft eigenlijk ook niet te kiezen. Toch? Kijk, weet je, het enige waarom we kiezen... is omdat ze Biggie ook als de beste zien. Mm. Als Biggie gewoon op zijn plek staat... en dat is gewoon een top 10 rapper... is het gewoon cool. Respect, legendary. Maar als je hem gaat vergelijken met een Tupac of wat dan ook... ja, dat is wat de meeste mensen doen. Dat is gewoon kut. Dat is kut voor Biggie. Moet je niet willen... Moet je gewoon niet willen. Wat zeg je eens verkeerd? Indirect zegt die Tupac is beter. Wow, dat is niet indirect. Ja. Zeg het direct. Ja. Tupac is goat. Ja, okay. Er is, kijk, dit is alles voor hem, alles na hem. Hij is de epitome of hip-hop. En dan heb ik het niet over rap, leuke hip-hop van de tv en get jiggy with it en drill. Gewoon hip-hop in de essentie. High infinite power, helping our people. Er is niks beters dan dat. Omdat hij heeft dat oude, heeft hij in een nieuw jasje gezet. En zijn shit is gewoon nog steeds relevant. Kijk, KRS-One, luistert niemand meer naar. Tupac wel. 100. Hij staat ongeveer dezelfde message. Ja. Snap wat ik bedoel? Mm. Oké dan. Sick. Oké. Even een andere vraag. Nederlandse hip-hop. Wie zijn voor jullie top 5 van de tijden? Ik ken de batterie. Ja, maar
Huh? Welke drie? En welke drie? Drie die ik goed vind, hè. Sowieso Hef, Campy en Mokromaniac. Mokromaniac gaat sowieso ook in mijn lijstje. Mokromaniac is een van de beste. Ja, maar man, die Biggie en Tupac flow in het Nederlands. Dat. Mokromaniac. Meen niet voor president. Niet voor zo kijken hoor, anders noem ik je naam dat je hem niet mag. Ik hoorde een ander. Wie hoorde je? Wie dacht je dat je hoorde? Oh! Wie? Pokron. Maar hij is geen hippo. Nee. Ik zeg eerlijk, ik hou van Pok, ik zweer het. Ik hou van Pokro Pok. Hij is een goede artiest, maar hij is geen hippo. Eerlijk. Ja, ik zou Mokromaniac ook sowieso doen. Die double staat ook in mijn lijstje. Je bent te haten. Oké, wacht. Mokromania. Die double. Die double. Crooks. Wie? Van Hef. Dus je gaat Mokromania, die double kan... Oké, Crooks. Ja, ik vind No judgment. Ik kijk er gewoon zo aan. Dat is gewoon dat zijn de mensen waar ik naar heb geluisterd. Oké. Even kijken, wie nog meer? Nog twee. Je kan even je tijd nemen, dan ga ik even naar Janus. Nederland, hiphop. Nederlandse hiphop. Alle tijden, top 5. Voor jou. Fuck iedereen anders zijn mening. Gewoon voor jou. Oké. Okay. Hij noemt Brainpower. Nee. niet de volgorde, hè? Nee. Gewoon top 5, toch? Top 5. Campy. Louis Vos. Campy, Louis Vos. Mag ik Frenna daarbij doen? Frenna, die was spitter vroeger. Maar hij is nu beroemd. Zijn grootste succes is niet als hiphopartiest, toch? Nee. Je mag hem noemen natuurlijk, maar als ik het gewoon even eerlijk bekijk, is hij nog steeds hiphop? Of is hij gewoon een artiest die entertainment maakt? Ja. Oké. Campy, Louis Vos, Rox van de THC. Echt? Ja, iedereen Rox? Ja, serieus. Ik luister nog steeds naar hem, ja man. En dan Seven. Voor je Abidjan niet harder? Ik vond Abidjan hard, zeker. Maar ik kijk toch op meer naar Rox, man. Denk ik. Ja, okay. Abidjan was hard, man. Uit te spitten. Okay. Hoeveel heb ik nu? Louis Vos, Campy, Rox. 7-7. 4. Nog eentje. Het is moeilijk, hè? Ja, man. Ik wil maar jij bent die Nederlandse hiphop guy. Waarom is het voor jou moeilijk? Nee, ik wil bijvoorbeeld Ares zeggen, maar ik wil dan bijvoorbeeld een broer. Jij wou ook uitlachen. Ja. Smerig. Ik lach hem al jaren uit. Nee, hij heeft een discutabele lijst met veel incredible artiesten. Nog eentje, Nederlandse hiphop. Giron, wat zijn die voor jou? Hij mag nog even nadenken. Ik had volgens mij 3 opgenoemd. Mag ik kijken? Ja. Mag ik kijken op mijn Spotify? Kijk maar. En mag de rest van jou? Ja, ik denk ook sowieso Campy bij mij erbij. En als laatste... Ja, ik zit te denken... Ik denk dat ze gewoon zijn voor mij. Gewoon 4. Gewoon 4. Maar betekent dit dat we zoveel moeite hebben dat Nederlandse hiphop eigenlijk niet zo goed is? Nee. Ik wil niemand... Ging je nou Duits praten? Nein! Dat komt wel goed uit. Zullen we het zo aangevallen? Nederlands, Duits, tomato, je weet toch? Maar ik begreep het ook. Ik ben vervelend. Nee, ik denk gewoon sowieso voor mij. Kijk, het is een beetje... Ik ben sowieso niet echt dat ik alle de OG's allemaal ken. Maar je hoeft hen niet op te noemen. Het is jouw top 5. Nee, dat weet ik. Maar ook wat je zegt qua hiphop. Ik denk, als ik kijk van wie impact maakt voor mij. Waarvan ik denk van ja, dan is het die. Mm. Dan zijn dat ze gewoon. Wat maakt die double zo hard? Gewoon zijn delivery, man. Ja. Hij heeft hetzelfde. Als je hem hoort, hoor je hem. Ja. Gewoon dus hij heeft ook wel een accent die niemand anders in Nederland dat. Heeft. Klopt. En hij articuleert, hij zegt zoveel woorden en je hoort elk woord. Hij kan Marokkaanse woorden zo uitspreken als het hier echt gewoon mokro is, bijvoorbeeld. Ja, kan jij ook? Kan nee. Hoe hij dat doet? Maar door de week denk ik ook dat hij mokro is. Nee. Ja, maar ik zeg je eerlijk, hij heeft wel de meest doordachte bars in Nederland. Zo. Ja. Ik weet niet hoe lang hij de tijd neemt, want volgens mij is hij zo'n guy, je weet toch, wanneer je aan het poepen bent, dat je het slimste bent, dat je zo teksten schrijft. Ja, dat is hij komt hoe hij dat komt is hard. Maar ook gewoon, iemand zei het laatst ook op die nieuwe tune van YSB, zegt hij ook van, iets met papieren, maar ik zal nooit mijn kontje van die papieren. Eerlijk, ik zag dit. Ja. Ik zag dat. Ja. Hij zei iets van ik pak papieren, maar ik sta nooit mijn kontje voor die papieren. Oh, bro, nee. Eerlijk? Bars. Bars. Dat is gewoon. Kevin zei Doppa in mijn assen, dat zijn andere bars. Maar zo naar Campy for life. Sowieso, Nederlandse goat. Zo naar Campy for life. Kevin is Nederlandse goat. Ik moet grappen.
Ja. Oh. Dope hem. Ik zeg eerlijk. Het is moeilijk om in Nederland anders te komen, denk ik. Tegenwoordig, want iedereen komt een beetje hetzelfde. Dus er is al iets wat die beat double doet. Of je houdt ervan of je houdt er niet van. Maar je kan niet zeggen dat het slecht is. Nou? Zeker niet. Ik wel. Maar ik vind het niet slecht. Ik begin het steeds meer te waarderen. Waarderen vind ik een groot woord. Ik zit nog in het begrijpen level. Bij heel veel hiphop, van de hedendaagse hiphop. Ik begin het te begrijpen. Dat is het ook wat je zegt. Weet je wat ik kan waarderen is wanneer ik gewoon die authentiekheid hoor. Terwijl iemand, de laatste tijd als mensen mijn tune laten horen, denk ik vaker gewoon van, is dit het gewoon? Want dit hoor ik overal. Het is de laatste tijd meer van, kom je anders of niet? Of kom je gewoon allemaal hetzelfde? Maar als we praten over anders komen, hey bro, kijk hier, de tv is daar. Ik zie ook dat mijn club aan het verliezen. Kijk hier met mij, bro, hou je erbij. Nee, want voordat dit uitkomt is dat niet meer relevant, weet je toch? Er zijn weinig authentieke of... Er zijn gewoon weinig authentieke artiesten. Mm. Dat is bottom line. Ja. En als je dan in Nederland kijkt van... Je kan authentiek zijn, maar als je dan toch die ene stap neemt... om een formule liedje te maken, om een hit te maken... dan ben je voor mij eigenlijk al niet altijd meer even authentiek. Nee, maar dan denk ik van... Ik zeg het uit de formule, net als uit de recept... je kan ingrediënten pakken... maar je kan ook nog gewoon je eigen flavor toevoegen. En dat is denk ik gewoon de key om... ook dat hitje te maken, maar wel nog steeds dat mensen zeggen... Ik heb het liefst dat mensen dan nog steeds zeggen... ja, maar dit is een hit, maar dat is echt Catalea, man. Mm. Dit is wel echt... Verschil tussen een hit en een TikTok-hit? Ja. Ja. Ik zat voornamelijk te denken van... kijk, stel je voor... ik ga viraal op TikTok met de tune. De 100% dat die tune... bekender wordt dan mijzelf. Dus mensen zullen die tune kennen, maar mij niet. Mm. Ja, feit. Vooral met TikTok. Ja. Ja. Ik was laatst aan een show van een Congolese artiest... En ik zag gewoon al die TikTok-guys uit Frankrijk, gewoon naast mij. Ik dacht, wow, what the fuck. Maar niemand ging ook naar hen toe, want ze kenden het niet. Maar ja, die tune, ik dacht bij mezelf, wow, yo, jullie hebben dikke hits hier in Frankrijk. En voor mij ook, want ik ken ze ook. Maar ze waren niet bekend. Ja. Ja, ja. Dat is wel wild. Dat is wild, want iedereen kent waarvoor je voor staat, welke muziek je maakt. Maar de gezicht erachter of de persoon erachter is niet bekend. Dus je bent eigenlijk alleen maar bekende cijfers in je bankrekening. Precies. Ja, maar dat is het. En dat is ook een keer wat Adje volgens mij een keertje zei. Hij zei, hoe is dat Hef? Hef heeft dat ook een keer gezegd van, je bent een artiest wanneer mensen naar je muziek luisteren voor jou en niet voor je muziek. Snap je? Als mensen die connectie hebben met jou als artiest, van, waar ze echt, dan heb je een echte fan. Als iemand denkt van, ik vind jou hard, ik luister naar haar of hem, omdat dit en dit. Want ik kan bijvoorbeeld een JC of zo, kan ik wel goed vinden zonder een nummers. Maar om wie hij is, kan ik niet naar hem luisteren. Yes. En als je iemand echt hard vindt voor wie hij is, dan ben je meer geneigd naar die persoon te luisteren en ook echt voor die persoon te luisteren. Ah. Je hebt helemaal gelijk. Maar nog... Credibility is dat. Eigenlijk, toch? Ja. Wat zij zegt klopt, maar wat jij zegt, denk ik mezelf, bro, wij luisteren allemaal naar R. Kelly. Niet. Dat vind ik zelf, hoor. Oké, maar wacht. Bro, hoe ga je me openen? Niemand weet dat ik naar R. Kelly luister. Ik heb je horen, we luisteren naar R. Kelly. Wij luisteren daarna, weet ik gewoon. Snap je, bro? Dus daarom is het fijn. Ik luister naar R. Kelly. Ja, iedereen mag weten. Hey, we moeten iedereen echt eventjes vertellen hoe vaak wij over R. Kelly praten. Bro, vanaf seizoen tot nu, bijna elke aflevering. Nee, maar daarom. Hij is gewoon een bad guy, helaas. Maar nee, maar daarvoor boet hij toch? De tune Cookie luister ik gewoon veel, bro. Ja, yes, zo liggen we. Ja, man. Het is goede tune, bro. Maar hij is nog deep into Reloaded, bro. Alleen dingen die hij doet, niet hard, man. Wist je nog dat ik op werk tegen jou zei? Als je date hebt, zet R. Kelly erin. Ja, ik weet het. Real talk? Ja. Maar oké, even. Omdat jij zo fel reageerde. Luister je niet naar R. Kelly omdat de dingen die hij heeft gedaan? Of nee, ik luister gewoon... Je vindt zijn hele muziekproductie, wat hij doet, niet goed? Niet goed is een groot woord, maar het is gewoon niet mijn ding. Hou je niet van R&B van vroeger? Nee, wel, maar niet van hem. Van zijn sound. Het is niet. Het is. Ik heb sowieso. Misschien ken ik wel een liedje van hem, maar ik kom hier niet eens op een naam. Oké, wat wie is jouw 90s R&B guy dan? Of vrouw? Asher. Cisco. Nee. Cisco heeft één album, Nick. Nee, twee. Unleash the Dragon, Unleash the Dragon 2. Nee, Unleash the Dragon. En Return of the Dragon. Maar hij was een rare guy. You sing someone's sleeping in my room, bla bla. Bro, gooi je vrouw eruit als ze elke dag vreemd gaat. Ga geen muziek erover maken. Nee, ik kom nu echt niet, ook niet op een naam, man. R&B is niet echt mijn... R&B, hij maakte met pak liedjes.
Toch? B. R&B. Nee, zangen. Zij bedoelt gewoon R&B. Ik bedoel gewoon R&B in het algemeen. Oh, R&B. Ik dacht Aaron. A-R-O-N. Nee. R&B. Nee, you old. Fuck, man. Oké. Maar het is dus niet om waarvoor die nu zit. Oké, okay, je vindt niet echt wat hij heeft gedaan. Dat is Nee. Ik ga je niet zo dressen. Ik ga je niet dressen. Het is ook een beetje mijn taak, hè. Beetje vervelend zijn, je weet nog. Oh, wat is fijn, ja. Oké, fuck 90s R&B dan. Ja, we hebben het eigenlijk al. Kinderen waren gemaakt op de. Ja, wij allemaal. Daarom bestaan we allemaal. Bro, sinds seizoen 1 praat je al over Barry White, hè? Deze? Barry White. Ik ken die oog van hem. Dus wat? Wat? Bob Marley? Bob Marley? Nee, man. Nou, ik weet niet. Ja, maar. Ik weet dus, wacht. Als je moet kiezen tussen Baby Marco, Barry White of Bob Marley. Barry White, man. Ik luister allebei niet, maar ik zal kiezen voor Barry White, denk ik. Ja, toch? Dan zeg je dat draaiend, dat zegt hij van je vrouwtje. It's an incredible night tonight. You gonna enjoy this. Mm-hmm. Ja, Barry White is wel best. Bro, Bob Marley, echt? Ja, maar wel. Daarvoor ben je Adidas boy nu. Shit. Ja. Buffalo soldier. Dreadlock Rasta. You nasty. Okay. Is... Oké, okay, nu, ik wil dit gewoon vragen. We hebben het net over Barry White, dit muziek als je baby maakt, lovemaking. Is er een bepaalde muzieksoort die jullie luisteren? Ik luister alle muzieksoorten, man. Tijdens de seks of... Alles. Alles? Je luistert ook sneller, toch? Ik had laatst... Jij zet gewoon je playlist van werk op? Precies. Ja. En dan ook alfabetisch? Nee, gewoon shuffle. Dan wel shuffle. Laatst, je gaat wel schrikken. Ik ken zijn playlist, ja, dat is nog een echte. Laatst, je gaat lachen. Weet je wat ik doe? Ja, letterlijk maar één playlist hier liggen. Ja, man. Nee, man. Alles. Laatst was dit, ik moest al om lachen. Laatst was van ADB, lekker mok geflipt. Ja, man. No joke. Die solo fest, dit is niet die remix. Zij tegen die man, het was Zina. Nee, ze moest wel lachen, maar ja. Dit is de pokus die wij in de ochtend op werk draaiden. Draaide jij in de avond als je met iemand was. Ja. Zeven van je Tinder dates. Geen commentaar. Wild. Jij? Ja. Misschien een ongepaste vraag, ik weet niet. Als het een man is, staat het meestal anders. Jij bent een vrouw, hè? Nee, geen man. Ik luister geen muziek. Nee, ja? Nou. Snap ik. Jawel. Huh? Waarom moet je zo boos op doen? Welke pokoe draai jij? Jij draait Britney Spears? Wat luister je? Ik heb gewoon R&B dingen. R&B stars. Nee, eerlijk, ik ken de geheim over de Adidas boy. Hij luistert weer op die pokken van vroeger in Mental Dio. Ik kom ga met je, daar kom ga met je. Nee, grapje. R&B gewoon. Ja, echt Baby Slow. Jij maakt ze verliefd, hè? You a nasty kind of dude. Jij bent toxic, bro. Jij maakt ze verliefd. Als je bij iedereen R&B draait, bro. Slow stroke, je bent. Rhino. Alleen maar pretten. Jackie Brown, hè? We leren hem kennen van de andere kant. Bro, deze man, jongen. Deze man. Ja, man. Oké, nee, dan weten we dat ook. Adidas boy. Zal ik jullie nog een vraag stellen? We zijn eigenlijk al bij het einde, maar ik vind het wel heel gezellig. Om te eindigen.
Is 50 Cent de grootste troller op het internet? De grootste wat? Trollen. Ja. Maakt documentaires over Pete Diddy en zo. Ja, lijp man. Ik zeg dat. Ja Jarrell denkt dat ze show is uitverkocht. Ja. Maar hij heeft de eerste twee rijen gekocht van 50 Cent. Ja, klopt. Ja, hij is een pester. Is hij de grootste bully na Tupac? Ik vind het wel. Ja, zeker. Zeker. Maar ze noemde hem ook bully. Laatst had ik een interview bij Angie Martinez of zo. Ja. Doe net alsof je die niet kent, bro. Nee, ik weet niet of ik haar naam goed uitspreek. Maar in ieder geval, Tony Yeo zei van... we noemden 50 Cent ook vroeger gewoon bully. Ja. Want hij was gevraagd, ging hoppen dan. Viel die van zijn fiets af. Boeboe was het, juist. Boeboe de bully. Ja, man. Laatst kwam ik erachter, 2 Chainz is Diddy Boy en hij is Boeboe de Bully. Wat is het? Want kijk, hij ging dus hoppen bijvoorbeeld. En mensen moesten lachen. Zat hij, als jullie nog één keer lachen, slaak jullie elkaar. Zo was hij. Maar vroeger was ik ook zo. 50 Cent was zo. Ja, vroeger was ik, maar dat moet. Ja, buiten van je hart. Maar daarnaast was dingen ook wel erg, man. Hoe heet hij? 6ix9ine, Regenboog. Is hij rapper? Ja, je moet je best een marketje. Hij was wel echt. Maakt hij hip-hop? 6ix9ine. Ik luister naar hem, al wel één tune. Dat is één tune. Dit liggen mee. Kijk, er is één tune van hem. Jij luistert 6ix9ine terwijl je wiep, want het staat op playlist. Er is één tune van hem, samen met A Boogie with a Hoodie. Oh ja, jij bent die boogie guy, ja? Swerven, die is echt hard. En daar komt 6ix9ine ook hard, terwijl we naar hem luisteren. Ja man, dat is eerlijk. Dat is keus. Maar hij is ook een bully. Ja man. Oké. Maar ik ga niet eindigen de show met 50 Cent en 6ix9ine in één zin. Dus wat wil je vertellen? Ik vind het fijn dat je hem noemt. Yes. En we waarderen je mening. Ja. Fuck 6ix9ine. Ja. Ik wist niet eens dat hij hip-hop maakte. Die tune is hard, nogmaals. Oh, hij is toch een snitch of zo? Ja. En hij is een gangmember. Maar volgens mij zou iedereen snitchen. Hij snitcht in... Ja, iedereen snitcht, maar niet op tv. In zijn verhaal? Ja, jullie zouden ook snitchen. Ik heb die verhaal gehoord. Mijn vrouwtje achter mijn rook niet. Hey. Hé, luister, wacht. Hier neem je emotionele shit en straat shit door elkaar, hè. Dat jouw vrouwtje achter je rug wordt gewikt, moet je oppakken met je vrouwtje. Niet met die nigger. Sowieso wel. Als jouw day one, jouw vrouwtje wiept. Dan waarschijnlijk dan... waren zij ook al day ones. Nee. Nee, ik snap jullie. Maar straat en... ontvoerd door diezelfde mensen die hebben... Oké, luister. Want iets wat wij vergeten altijd. Jullie kijken te veel American Gangster. En Goodfellas. Goodfellas, American Gangster, laat je denken dat snitchen oké is. Luister, jij hebt ervoor gekozen dat jij straatdiemang bent. Je hebt ervoor gekozen dat je maffiamannetje bent en dat je gangster bent. Welke omstandigheden er ook is, ook al heeft hij je moeder vermoord, hoor je niet snitchen. Huh? Luister. Laat me uitpraten. Dat zijn de regels die je voor hebt gekozen als straatman. Dat is wel zo, maar bro. Ik ben geen straatmannetje, ik mag geen snitchen. Maar hij, je weet toch, kom op man, hou op man. Jullie zijn halve gangsters. Nee, ik ben ook hard zo zeggen. Ain't no such thing as a halfway crook. Zouden doen. Ja, maar los van, kijk, wij praten vanuit een niet-gangster persoon en gewoon met een normaal persoon. Nee, maar ik denk het wel wat je zegt is wel, want het heeft gewoon te maken met principes. Toch? Het zijn gewoon principes van de straat. En het is meer, als iemand jouw moeder vermoordt, dan vermoordt je zijn moeder. Maar man, dat is niet straat. Dat doet hij preken bij me, bro. Ik zie niet weer, toch? De game was ook stripperij music blood. We kunnen zeggen wat we willen, maar hij profileert zichzelf zo, alsof hij gangmember is. En een gangmember heeft regels. Hij doet wel stoer. Oké, blood in, blood out. Hou op. Oké. Ik ben blij dat jullie achter de camera zitten, want jullie zijn discutabele guys. Kijk in die Bernie Mac. Ja, eerlijk, kijk, ik zeg je eerlijk. Ik ben geen gangster. Je weet toch, als je mij... Weet je wat 52 jaar is, man? Ja, ik ben met jullie. Bro, ik snap waar jullie vandaan komen. Ik ben gewoon advocaat van de duivel hier. Oké. Ik snap waar jullie vandaan komen. Ik ben gewoon advocaat van de duivel. Hey, moeder, tante, ook. Hey, bro. Jij ging met je matties vroeger snoepjes stelen en je ging ze snitchen, hè? Mevrouw de lerares, Wenen Appel. Hij was het. Hey, jullie zijn halfway crooks, man. Nee, kom op, man. Wat is voor Troy F dan? Wie? Troy F. Wie?
Troy F? Wat is Troy F? Hij heeft ook laatst gestitcht. Wie is Troy F? Wat doet hij? Hij is zo'n gangster guy. Oké, maar kijk, luister. Ik praat met jullie. Kijk, vroeger toen ik jong was, kwam Scarface uit. Iedereen was gangster for life, tot het einde, tot de dood. Toen kwamen films uit als Goodfellas, American Gangster. En toen was Snitch opeens oké. Kijk, kom op. De hele verhaal van de maffia is dat je niet snitcht, toch? Het hele verhaal van die gangster shit is dat je niet snitcht. Iedereen heeft snitcht. Elke man. Ja, Snoop Dogg, zeg eens op. Ja, bro. Oké. Kijk je maar aan. Dit ben jij die snitcht. Dus wat jullie mij zeggen, de enige personen die niet snitchen zijn politieagenten, want hun snitchen elkaar nooit. Hun snitchen elkaar nooit. Ja, maar dan word je eruit gezet. Dan word je gepest. Dus eigenlijk de grootste gangsters van de wereld zijn politieagenten. Maar daar gaat ook al die shit, dat iemand, als de politieagent iemand neerschiet, dan zal ze kofferen allemaal voor elkaar. Je kan ineens die bulken hacken en shit. Dus vandaag bij Barkie Dussel, fuck al die gangster shit van jullie. Ja? Rap niet meer over gangster shit, want jullie snitchen allemaal. Rap niet meer over gangster shit, want jullie doen het niet. Ja? Kom met leuke nummers, bewuste nummers. Hoef niet te blij te doen, get jiggy with it. Maar je weet toch? Help. De youths, man. Want hij achter die camera's een snitch. Hij achter de camera's een snitch. Hij voor de camera's een snitch. En hij is ook een snitch. Ik weet niet of jou er ook bij was, maar alleen hij twee niet. En ik snitch iedereen. Ik doe zo aflevering 5. Tot de volgende keer. Katalea, Jemes, Jero. Let's go, man.